In de ijshal van de Sportboulevard wordt deze dagen een nieuwe ijslaag aangebracht. Wat gebeurt er hier allemaal? Nou, we zijn nu bezig om de gluco koud te draaien om de ijs te voorzien van de 250 meter baan. Dit is een heel geautomatiseerd proces die we nu aan het doen zijn. En dat gebeurt in een aantal stappen. De eerste stap is eigenlijk het koud draaien of koelen van de betonplaat. Van de betonplaat gaan we dat tot 3 graden doen. Met 3 graden gaan we dat dan voorzien van de eerste laag water. Dat water laten we uitdompen of laten nemen in beton. En bij 3,0 graden laten we dat 24 uur staan. Dan heeft de beton zich in zijn geheel gezet. En daarna zetten we hem door van 0 graden naar min 10. Bij min 1,2 graden krijgen we de eerste ijsvorming. Dan nevelen we de ijs in. Als we dat gedaan hebben, laten we het ongeveer 2 tot 3 uur wachten. Dan hebben we het eerste ijs. Dat ijs maken, hoe gaat dat nou? Nou, wat ik net heb uitgelegd in de machinekamer is dat we tot 0 graden wordt het helemaal geautomatiseerd. Daarna geven we de machinekamer opdracht om van 0 naar min 10 te gaan. Dat gaat natuurlijk niet in één keer. Als wij op een bepaald moment, omdat de betonplaat nat is, krijgen we bij min 1,2 graden de eerste ijsvorming. Daarna gaan we zorgen dat die ijsvorming kapot gemaakt wordt door middel van het sproeien van water op die ijs. Daarna laten we hem helemaal rusten tot hij helemaal weer bevroren is. Daarna gaan we weer door met het echte ijs maken. Dat doen we niet nevelend, nee, dat doen we vloeiend. En waarom maken we vloeien? De vloei krijg je geen lucht meer in je ijs. Geen bonken? Geen zwakke plekken krijg je in je ijs. Als je je ijs wit maakt, daardoor krijg je eigenlijk een bros verhaal. En dat willen we eigenlijk niet. We willen eigenlijk een vaste massa hebben waar je goed je kan schaatsen. Wat zijn nou voor spullen die je bij dat ijsmaken gebruikt? De spullen zijn natuurlijk het water, heel belangrijk. Wat je nodig hebt uit de brandslang. We hebben natuurlijk mensen nodig om te zorgen dat we met de 60 meter slangen waar we mee lopen, dat we dat het water op het ijs kunnen krijgen. En we lopen iedere met die 4 mensen lopen we ongeveer 3 kwartier op 1 kwart. Dus ieder man loopt 3 kwartier is hij bezig met ijs invloeien. Wat zijn nou geheimen van het ijs maken? Het geheim van het ijs maken is puur dat we geen lucht in het ijs maken. Dat is het verhaal. En wij lopen ook hier lijntjes van 30 centimeter. En waarom die 30 centimeter? Omdat wij het water laten vloeien en daardoor ook rust krijgen in het water. En hoe lang duurt dat nou voordat die hele ijs al klaar is? Het duurt totaal 3 dagen. 3 dagen zijn we ermee bezig, 3 keer 8 uur. En totaal met 5 man.